Ik ben Debbie Teunis, ik ben 40 jaar en woon in Vriezenveen. Wat mijn leven heel erg heeft veranderd is dat ik op mijn 11e in een rolstoel ben beland. En het heeft best wel een hele lange weg gehad, maar op een gegeven moment zat ik echt op een punt waarin ik ook niet meer sportte. En ik deed ook eigenlijk weinig met voeding. Ik had gewoon eigenlijk gewoon alles wat ik lekker vond. En op een gegeven moment kwam ik echt op het punt dat ik dacht van ja, ik wil er toch wat mee gaan doen. En toen ben ik dus ook met Personal Body Plan begonnen. Eerst wel wat navraag gedaan of het allemaal wel kon. Maar dat bleek geen probleem te zijn. Dus toen ben ik dat eigenlijk geleidelijk aan gaan opbouwen van niet sporten weer naar sporten. Ja, ik doe de trainingen eigenlijk niet heel veel anders dan andere mensen. Behalve dat ik echt met training ligt echt de focus op mijn bovenlichaam daarin. Dus het was in het begin wel zoeken naar oefeningen, wat wel en wat niet kan. Dus het is eigenlijk meer wat creatiever omgaan met daarin. Maar in principe kan ik gewoon alle oefeningen wel doen. Ja, de grootste verandering die ik echt wel mee heb gemaakt sinds ik met Personal Body Plan ben gestart, is met name mijn energieniveau. Ik heb gewoon door mijn chronische pijn al veel minder energie dan een gezond persoon. Alleen mijn energieniveau is nu gewoon weer normaal, waardoor ik gewoon 's avonds weer energie over heb om dingen te doen. Ik heb nu weer nieuwe doelen voor mezelf gesteld en dat is dat ik in juni 2021 met een handbike, dat is zeg maar een lichtfiets die je met de armen voortbeweegt, wil ik met de handbike de berg op in Oostenrijk. Dus daar ga ik op dit moment heel hard voor trainen en daar gaat Personal Body Plan ook mee helpen. Wat ik mensen graag mee zou willen geven is gewoon niet twijfelen en gewoon gaan starten. Natuurlijk is het best spannend, want je gaat toch dingen anders doen dan wat je normaal gesproken doet. En dat zal ook wel een beetje eng zijn in het begin. Maar door het juist te gaan doen en met behulp van goede coaching en goede begeleiding kun je gewoon een heel eind komen. Dus eigenlijk gewoon niet meer twijfelen en gewoon gaan starten.